Welkom bij de laatste aflevering van Diabetes Live van dit jaar. Het interactieve webtelevisieprogramma van de Diabetesvereniging Nederland, waaraan u actief aan mee kunt doen. U kunt live meechatten met ons, alle vragen komen bij ons binnen. En u kunt ook meedoen aan de poll en dan gaan we u laten weten hoe de uitslag van de poll is. Het is een beetje wat hectischer dan normaal, want het is ook een bijzondere uitzending. Wij zijn vandaag namelijk op bezoek bij Tante Loes. En Tante Loes is een hartstikke mooi restaurant in Rhenen. En daar zijn we natuurlijk niet zomaar, want dit is namelijk het allereerste restaurant in Nederland wat het keurmerk Check Your Dinner, dan weet je wat je eetkeurmerk heeft. Voortaan staan bij alle gerechten hier bij Tante Loes in het restaurant de hoeveelheid koolhydraten, maar ook de calorieën vermeld. Zodat je hier met een gerust hart kunt eten. Echt letterlijk en figuurlijk weten wat je eet. De bedenker Eduard Zijlstra van de DVN zit bij mij aan tafel, dus die gaat daar straks alles over vertellen. En we krijgen ook nog een kijkje in de keuken. Dat vind ik altijd erg leuk in een restaurant. En in het tweede deel van de uitzending hebben we hier aan tafel een diëtiste, Connie Dubbeldam. En zij gaat ons alles vertellen over de decembermaand. Want nou ja, het zal geen verrassing zijn, maar in de decembermaand is het zeker als diabetespatiënt lastig om niet uit te glijden over al die heerlijke hapjes. Het overkomt bijna iedereen, denk ik wel, in de decembermaand. En zij gaat vertellen hoe je daar het beste mee om kunt gaan. En hoe je het eigenlijk ook zoveel mogelijk kan voorkomen. Chatten, twitteren en meedoen met onze poll. En dat brengt me meteen bij de allereerste poll van deze uitzending. En dat is: ik wil graag weten hoeveel calorieën en koolhydraten een maaltijd bevat als ik uit eten ga. Ik wil graag weten hoeveel calorieën en koolhydraten een maaltijd bevat als ik uit eten ga. U kunt een reactie geven op diabeteslive.mijndvn.nl. Zo, de kop is er af. En aan tafel bij mij mijn eerste gast, Eduard Zijlstra. We zitten hier in restaurant Tante Loes. En dit is dus echt wel een primeur die we hier hebben, want dit is het allereerste restaurant met een keurmerk. En dat komt uit u, koker. Dus u mag mij uitleggen hoe u op dat idee kwam. Want ik moet zeggen, toen ik het las, dacht ik, ja natuurlijk, niet alleen als diabetespatiënt, maar het is gewoon wel handig om te weten wat er in een maaltijd zit. Dat heeft u ook gedacht, maar hoe is dat? Ja, nee, is leuk om te vertellen, want Check Your Dinner is eigenlijk ontstaan toen we aan tafel zaten en dachten van, hey, als je nu kijkt naar zo'n gerecht, hoeveel koolhydraten en calorieën zitten nu in zo'n gerecht? Wij berekenen dat vaak op basis van de bruine boterham met kaas. Ja, dat is altijd best een gedoe. Dat is altijd best een gedoe om te kijken van, ja, hoe ongeveer? Dan probeer je daar je medicatie ook op te laten aansluiten. En op een gegeven moment zeiden we bij de diabetesvereniging, zeiden we tegen elkaar van, ja, onze leden, maar niet alleen onze leden, maar alle mensen met diabetes, daarvoor is het gewoon belangrijk dat ze weten wat ze eten. Ja, want heeft u ook het idee dat mensen misschien met diabetes daardoor minder snel uit eten gaan? Ja, dat idee hadden we wel. Aan de andere kant hebben we ook gezien uit onderzoek dat mensen met diabetes best wel uit eten gaan en dat ook met heel veel plezier doen. En dat gewoon ook doen omdat ze het lekker vinden. Dus het moet gewoon gezellig zijn. Het moet niet steeds zo zijn dat je het gevoel hebt van, ik kan heel veel niet. Precies. Ja, nee, het moet gewoon een soort zekerheidsgevoel geven van, hey, het moet niet vervelend zijn. Het moet lekker. Het moet leuk. En dat vooral kan ook. Precies. Alleen het gekke was, ik dacht toen ik het las, is dat er dan nog niet? Maar klaarblijkelijk was dat er niet, want u bent ook, of nou, ik mocht je zeggen, ja hoor, ja. Je bent ook naar New York gegaan om dat te onderzoeken. Ja, ik ben samen met de directeur van de DVN, Maarten Ploeg, zijn we samen naar New York toe gegaan. Een hele korte trip, heen gevlogen, 2 dagen verbleven en vervolgens weer terug. We hadden vooraf heel veel onderzoek gedaan. En we zijn daar met de Diabetes Association in Amerika in contact gekomen. Die heeft ons daar ook rondgeleid en laten zien van welke mogelijkheden er zijn. En het is zo dat in de staat New York het een verplichting is
om de calorieën... Is dat in alle restaurants of niet? Nee, dat is niet in alle restaurants. Door de staat is verplicht dat in ketenrestaurants, en dan moet je vooral denken aan de fastfoodrestaurants, eigenlijk alle voedingswaarden per gerecht worden weergegeven. En nou, dat hebben we onderzocht en we hebben ook gezien dat dat heel actief wordt gedaan. En er wordt zelfs reclame meegemaakt. Dus met andere woorden, dat ze het als een soort marketingtool gingen inzetten van... zie, we hebben een gerecht met heel beperkt aantal calorieën. Wij hebben een andere keuze gemaakt. Want wij hebben gezegd tegen elkaar van we moeten niet alleen calorieën, maar ook koolhydraten vermelden. Want voor mensen met diabetes is dat vooral belangrijk om dat te combineren met je medicatie. En toen kwamen jullie terug en toen dacht je, nou hier... hier gaan we iets mee doen. Jullie hadden al wat onderzoek gedaan. Ja. Dus jullie wisten dat het niet in restaurants beschikbaar was. Neem aan dat jullie toen meteen restaurants zijn... gaan bellen? Ja. Nou nee, zo gek was het niet hoor. Maar we hebben wel met 12 restaurants gesproken. Waar restaurants bij zitten van het genre van Tantalus. Ook Michelinster restaurants, maar ook gewoon de frietkraam. En gekeken van... Hey, wat doen ze er nu mee? Gaan ze er bewust mee om, ja of nee? En zouden ze het willen plaatsen op een menukaart? Want het kan ook zo zijn dat als je lekker uit eten gaat en het gevoel hebt van... ja, maar er zitten wel heel veel calorieën in, van of je dan nog lekker eet. Ja. Nou, vandaar is gekozen ook om het als bijlage te doen. Dus niet op de menukaart zelf te plaatsen. Je ziet op de menukaart straks het keurmerk staan van check your dinner, dan weet je wat je eet. En vervolgens kun je op een hele eenvoudige wijze een bijlage krijgen waar keurig op staat hoeveel koolhydraten en hoeveel calorieën erop staan. Oké, want hoe reageerden restaurants op het feit dat ze dat dan... Want dat moet natuurlijk ook vrij zorgvuldig en nauwkeurig worden berekend, hè, wat er in een gerecht zit. Hoe reageerden ze daarop? Want ik kan me voorstellen dat ze zeggen, ja, we werken al zo hard hier. Misschien heb ik helemaal wel geen zin om dat helemaal uit te gaan zitten rekenen. Ja, ja, dat was ook als we met een chef-kok spraken. Dan was het ook vaak een reden van, hey, wat kost dit ons aan extra werk? Ja, logische vragen ook. Precies, ja. En beperkt het ook ons in onze creativiteit in de keuken? Dat was ook een belangrijke. En dat vond ik wel hele mooie vragen en daar hebben we naar gekeken. En daarvoor hebben we een programma ontwikkeld waarin op een vrij eenvoudige wijze je het gerecht met de ingrediënten en de hoeveelheid ingeeft. Dat is in een computerprogramma op Check Your Dinner. En vervolgens wordt er op een hele eenvoudige manier een berekening.